In de nacht van zaterdag op zondag zijn veelvallende sterren te zien, op het hoogtepunt. In de laatste uren van de nacht geven elke anderhalve minuut stompdeeltjes van de Orioniden zwermvel licht als ze in de dampkring verbranden. De Orioniden zijn ieder jaar in de tweede helft van oktober te zien. Ze heten zo. Omdat het lijkt of ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. Het gaat om gras van de komeet Halley. Die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van deze komeet. In het noordwesten van het land is zaterdagnacht vrij veel bewolking. Meld weer online. De meeste opklaringen komen voor in het oosten en zuiden. De zogenoemde vallende sterren zijn dan ook het beste te zien in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Goede plekken om meteoren waar te nemen zijn volgens het Weerbureau openvelden die een eindje buiten de bebouwde kom liggen. Daar is het relatief donker.